Ik ben geen voorstander van we gaan e-mail doen omdat de buurman dat ook doet. Ik zou zeker als je het echt professioneel wil aanpakken, dat niet met een lijstje met alle e-mailadressen in de BCC van Outlook doen. Nee. Vijf tips als jij als ondernemer of ZZP'er meer wil halen uit je e mailmarketing Dat en meer in deze video. Van harte welkom bij 7D TV. Bij mij te gast Mark Kruisman, een absolute specialist op e-mail. Dus de vijf tips komen niet van mij, maar die komen van een echte specialist. Mark, van harte welkom. Dankjewel. Ja, want ik mag je specialist noemen, toch? Uh, graag. Dat uh, <laughs> is een mooi compliment. Ja, hoe ben je dat geworden? Uh, nou, ik ben eigenlijk uh, nu bijna veertien jaar actief in het vak e-mailmarketing. En uh, daarbij in uh, allerlei hoedanigheden gewerkt. Webwinkels. Uh, ik werk nu uh, bij een grote verzekeraar, Centraal Beheer. Uh, ik heb uh, e-commerce gedaan uh, B2B B2C uh, en je vind... freelance daarnaast of tenminste je en doet ook uh, wat opdrachtenlagen ik, opdrachten uh, ik ook. heb ook een eigen onderneming daarnaast inderdaad ja. dus, uh, dat, dat uh, naast expert vooral ook vakidioot denk ja, ik ja, ja, ja. en uh, nee daar vul ik heel graag mijn dagen mee en, uh, Never a dull moment in e-mailmarketing. Nee, want dat vind ik wel. Je hebt vijf tips meegenomen. Ik denk dat die vormen een mooie leidraad voor een gesprek, want dan wil ja. ik, uh, ik wil er veel over weten. Je hebt er vijf uitgekozen. Dat was lastig om er vijf te kiezen. Ja, als je me had gevraagd, 25, had ik ze ook uh, kunnen opschrijven, ja, maar het is voor mezelf ook wel goed om een beetje cherrypicking te moeten doen, hoor. Ja, nou, dan, uh, be dan beginnen we met de eerste, en die heb jij getiteld Begin nu. Ja, lekker uit. Waarom? Um, nou, begin nu. Dat is vooral aan de mensen die overwegen om iets met e-mailmarketing te gaan doen en dat nog niet doen. Want de mensen die er al mee begonnen zijn, die doen dat. Maar die hmm. moeten ook zich goed realiseren dat in de loop van 2024. Uh, het uh, uh, zo gaat zijn dat steeds meer cookies uitgefaseerd gaan worden. Het cookieless ja. tijdperk wordt het ook wel genoemd. En het mooie voordeel van e-mail marketing is dat het een owned kanaal is. En dat betekent dat de data die je daarin verzamelt over het algemeen ook jouw eigen data is, en dus first-party data. En die uh, zal daar weinig tot geen last van hebben. Ja. Uh, de wetgeving die daarover gaat... richt zich met name op third-party cookies. Kun je dat nog eens... Kun je, ik, ben een redelijk, ik ben een beetje thuis in die wereld... Hè, maar stel dat er nu een ondernemer zit te kijken... die wil wel met e-mail aan de slag... was echt, een, die weet niks van technologie af en zo... Ja. en die denkt, wacht even, first-party, third-party... Kun je, kun je, heb je een soort Jip en Janneke uitleg? Zeg maar hoe dat... Hoe ja, dat, dat, de dat, dat denk ik wel. Uh, uh, first-party data is uh, alle data die je zelf verzamelt. Dus als iemand op jouw website zijn of haar e-mailadres... En misschien de voornaam invult of bijvoorbeeld iets koopt wat je onthoudt. Dat is allemaal data die je zelf verzamelt. Ja. En jij bent de eerste partij van jezelf. En um, de third-party data, dat is als je er een derde partij bij betrekt. Als ik adverteer op socials. Als je adverteert op socials of via Google bijvoorbeeld, dan deel jij die, dan, dan haalt Google haalt die data op. He, die, die filtert mensen die. Bepaalde zoekopdrachten hebben gedaan of op bepaalde websites zijn geweest, waardoor ze voor jou mogelijk interessant zijn, omdat jij op die doelgroep adverteert. Maar daar heb jij hun data voor nodig, die zij dan met jou moeten delen, of eigenlijk die jij kunt gebruiken als jij gebruik maakt van hun tooling. En uh, op basis daarvan uh, kunnen zij dan goed advertenties uitserveren. Dat is het bekende fenomeen waar veel mensen gaan irriteren. Dat je bent je hebt ergens gezocht op een website en je gaat naar andere websites toe en je krijgt advertenties om je oren. Dat je denkt van hé, hey, hoe weten ze dat nou? Exact, dat, dat, zijn is een, uh, dat is een heel goed voorbeeld van hoe third party cookies zijn. En werken. die verdwijnen dus? Um, ja, uh, die, uh, de, tenminste, het heeft vooral met privacy regelingen te maken, dat ja. steeds meer wordt geanonimiseerd. Waardoor het dus niet meer één op één te herleiden is naar jou als bezoeker. Aha. En daardoor kunnen ze dus straks wel. Uh, je kunt straks wel adverteren op, 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 op context, dus op, op samenstellingen van groepen. Ik wil graag mensen die. Geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp of zo? Ja, maar we kunnen niet meer letterlijk zien mensen die gisteren op deze website waren en deze schoenen hebben bekeken. Want Omdat dat... die cookie niet meer op mijn computer geplaatst moet worden. Ja, 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 dat is het. Ze kunnen niet meer op jouw computer meekijken en daardoor kunnen ze het niet meer zo relevant maken. Vandaar jouw tip begin nu: first party data, oftewel waar e-mail onderdeel van is, wordt dus belangrijker. Ja, e-mail en uh, het geldt ook voor uh, SEO, de, de zoekmachine-optimalisatie van je website. Hey, de website is ook jouw eigen first-party, dus zorg ja. dat je je eigen kanalen goed uh, voor elkaar hebt. Want okay. dan ga je minder last hebben van als, als de cookies straks allemaal verdwijnen. Als ik nog niks doe en ik moet beginnen, waar begin ik dan? Want je zegt begin nu, wat moet ik als eerste doen dan? Uh, nou, sowieso uh, moet je een uh, reden hebben waarom je e-mailmarketing wil gaan doen. Ah, ja. Ik ben uh, geen voorstander van we gaan e-mail doen omdat de buurman dat ook doet. Je moet mm. wel iets te melden hebben. Want als mensen zich inschrijven op je website voor jouw e-mails, dan verwachten ze als het goed is ook iets. Mm -hmm. uh, of in ieder geval uh, moet je er zelf dus ook een plan bij hebben. Ja. Maar daarna is het eigenlijk relatief eenvoudig. Het enige wat je echt per se nodig hebt om e-mailmarketing te kunnen doen, is een e-mailadres. Dus een inschrijfbalk op je website waarbij je Natuurlijk rekening houdend met de wetgeving die daarvoor geldt, uh, kan je die e-mailadressen verzamelen. En als je daar uh, mensen voor interesseert, dan groeit die groep vanzelf. En als jij met de e-mails die je vervolgens stuurt ook waarde levert, dan zullen mensen abonnee blijven en zich uh, minder snel afmelden. En daar heb je wel software voor nodig hè, om dit te doen. Uh, ja, ik zou zeker als je het echt professioneel wil aanpakken, dat niet met een uh, lijstje met alle e-mailadressen in de BCC van Outlook doen. Nee. <laughs> Uh, tip 2. Het is een dialoog, geen opdracht. Wat bedoel je daarmee? Ja, uh, dat, uh, uh, ik heb natuurlijk heel lang ook in de e-commerce uh, gewerkt. Ik heb nog steeds ook klanten uit e-commerce. Maar bij heel veel van die mails bekruipt me altijd een beetje het gevoel... dat het een soort opdracht is die je kijkt. Uh, we hebben korting. Koop nu. Ja, en, ja, ja. en dat werkt op zich heel goed. Hè? Heel direct zijn in e-mail marketing. E-mails worden maar een paar tellen gelezen voordat een, onder, of voordat een uh, lezer besluit: ik ga je iets mee doen of niet. Ja. Dus het is goed om direct te zijn, maar het voelt af en toe wel heel plat. En natuurlijk. Die mails halen hun doelstellingen waarschijnlijk. Uh, ik heb ook heel veel van dat soort campagnes gedaan. En ik zeg ook echt niet dat je ze niet moet doen. Maar het voelt af en toe zo plat. Mm. We hadden tijdens het voorgesprek al even over de sketch van uh, Hans Theeuwen. Uh, waar ik aan moest denken. En die heeft een sketch. Die noemt hij uh, de luie straatmuzikant. En dan staat hij ergens uh, in een winkelstraat. En dan staat hij... La la la, geld. <laughs> en, en, en dat is wel een beetje het gevoel wat ik bij dat soort e-mails krijg. Van, geld okay. ook, bij zachte G ook. Ja. Ja. La la la, geld. <laughs> ja, gewoon... Uh, ik heb nu uh, drie... Uh, Lettergrepen gezongen, dus het wordt tijd ja. om te betalen. En denk. dat zei dat je zegt: dat is niet de dat is niet wat je moet uitstralen in e-mail marketing. Dat je eigenlijk gewoon alleen maar een soort salesboodschap en kopen met die handel. Ja, daar moet ook waarde omheen zitten. Natuurlijk, uh, zeker als je bijvoorbeeld een grote e-commerce partij bent, dan zul je ook je salesperiodes hebben. Hè, en dan moet ja. er af en toe ook gewoon, uh, nou even heel plat gezegd, uh, omzet gedraaid worden. Ja. Maar je kunt daaromheen wel veel meer waarde leveren dan alleen maar drie keer in de week je database vertellen dat je spullen verkoopt en dat ze dat het beste nu kunnen doen. En Hoe dan? Uh, nou, je kunt kijken naar um, uh, wat voor gedrag uh, vertonen die mensen. Wat voor producten hebben ze nog meer gekocht? Waardoor je de aanbiedingen relevanter kan maken in plaats van uh, 40% korting op alles. Mm. Hè, kijken naar uh, leuke productsuggesties. Of als je uh, geen spullen verkoopt, maar bijvoorbeeld uh, um, nou, bij een grote verzekeraar werkt. Hè, wat zijn nou de uitdagingen die mensen in hun vakgebied of in hun markt tegenkomen. En hoe zouden jouw producten daarbij kunnen aansluiten? Gewoon net even. Een stapje dieper op de relatie gaan zitten. Want ik denk dat als je waarde geeft, dan krijg je ook waarde terug. Waar haal ik die inspiratie vandaan? Kijk, je hebt het over die grote verzekeraar, nou, die heeft een hele team van mensen zitten, waaronder ja. jij. Uh, stel, ik ben een kleine ondernemer of een MKB'er, of ik ben misschien wel ZZP'er. Um, hoe kom ik op die ideeën of op die inspiratie om dat te doen? Uh, er zijn uh, een heleboel uh, manieren voor sowieso. Uh, in elke markt zullen actualiteiten zijn. In elke markt zul je waarschijnlijk uh, uitdagingen hebben die meerdere mensen in jouw doelgroep hebben. En het daarmee waarschijnlijk interessant is voor jouw doelgroep om daar wat meer over te weten te komen. Ja. Uh, nou, sommige markten die kan je iedere dag in de krant lezen. Maar voor de markten waar dat iets uh, minder voor de hand liggend is, je kunt ook um, uh, bijvoorbeeld met die mensen in gesprek gaan. Of een keer een e-mailcampagne insteken waarin je juist. Informatie gaat ophalen om, om hun beter te helpen en dat kan in grote getalen, bijvoorbeeld in de, voorbeeld, in de vorm van een enquête. Ja. Maar je kunt ook mensen uitnodigen om met je in gesprek te gaan. Ja. Uh, ja, er zijn heel veel verschillende manieren voor. Ik denk dat het een beetje per branche afhankelijk is wat de beste aanpak is. En ja. uh, dan zou je mensen die al wat langer meelopen in die branche het beste kunnen vragen wat voor hun branche het beste werkt. Okay. maar zorg ervoor dat in ieder geval dat je niet elke week een mailtje la 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 geld eruit stuurt. Uh, nee, ik zeg niet uh, dat, het, dat je het helemaal niet moet doen, maar ik vind het wel zonde als dat het enige is wat je doet. Ja. De derde tip die je hebt meegenomen is stuur op interactie, maak er geen clickbait van. Nou, een beetje in het verlengde van de tip die je net gaf. Wat bedoel je daarvan mee? Met stuur op interactie, maak er geen clickbait van. Nou, uh, spamfilters zijn uh, uh, heel belangrijk uh, als je met e-mail marketing bezig gaat. En uh, e-mails worden zeker door spamfilters op een aantal dingen afgerekend. Natuurlijk moet. Uh, de technische zaken moeten goed staan, hè? dat uh, het adres vanaf waar je mailt, dat dat ook echt uh, overeenkomt met het adres dat je zegt dat je vanaf mailt, en nog een aantal andere technische zaken. Uh -huh. uh, maar vooral spamfilters kijken ook heel erg naar de interactie die uit je e-mails komen. Dus denk aan opens, denk aan clicks. Um, en uiteindelijk heb je zelf, als het goed is als doel ook om uh, conversies te halen uit je e-mail marketing. Conversies ja. uh, wordt door veel mensen vaak gezien als dat, dat je dan iets moet kopen. Maar een conversie is eigenlijk gewoon uh, een keer dat je het doel haalt wat je met deze campagne had. Mm -hmm. Dus dat kan ook het downloaden of het lezen van een artikel zijn. Ja, of het bezoeken van een website of het bezoeken uh, van uh, een ja. website. <coughs> um, en vanuit daar uh, uh, moet je goed kijken. Maar dat, die derde stap, die zien spamfilters niet. Want dat gebeurt op jouw website. Uh, maar die eerste twee zien ze wel. Alleen het is dus heel verleidelijk om dan. Ja, uh, ik weet niet of er mensen van Telegraaf kijken dan uh, mijn excuses voor deze metafoor, maar ik vind het altijd een beetje Telegraafkoppen. Dus de, 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 je... de, de grote chocoladeletters, de schreeuwende koppen. Ja, de schreeuwende koppen. Dat je denkt, nou ik moet nu even zien wat hier is. En, en dat kan af en toe werken als je dat met mate doet. Maar als je zeg maar op een gegeven moment denkt, ik moet scoren met opens en kliks. Dus ik ga heel erg uh, uitdagende uh, 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 nieuwsgierig makende koppen schrijven. En je doet dat structureel en mensen komen daarna op jouw landingspagina en ze worden keer op keer eigenlijk uh, valt het dan een beetje tegen, dan gaat je doelgroep daar op een gegeven moment wel ook doorheen prikken en denken ja dat zal wel weer zo'n schrikkop zijn en dan uh, uh, verlies je die connectie ook. Dus ja, je moet sturen op interactie, dus kijk goed hoe je kunt zorgen dat men meer, zoveel mogelijk mensen je berichten openen en daaruit ook gaan klikken, uh -huh. maar uh, houd wel echt. Maar is het zo dat als mijn open- en klikratio's, hè, dus de, de percentage die überhaupt mijn mail leest... en dan misschien in, op een linkje ook nog eens een keer klikt... als dat te laag is, is dan het risico hoger dat je in een spamfilter blijft hangen? Ja, als dat structureel is wel. Dan, uh, uh, de spamfilters, uh, het is niet zo dat ze letterlijk elke week even kijken hoe het met jouw mail is gesteld. Het is meer een algoritme wat bijvoorbeeld bij Google en bij andere leveranciers van uh, e-mailprogramma's draait. Mm -hmm. uh, en die, uh, nou, Google loopt voorop daarin, in uh, zorgen dat ze zo min mogelijk spam doorlaten. En als jij, uh, het, ja, de, de reactie die je meestal hebt bij een e-mail waarvan je denkt: hier heb ik niet zoveel aan, is dus dan doe je er niks mee. En uh, wat nog zwaarder weegt is als jij drukt op die knop, ik vind dit spam of dit is ongewenste e-mail. Ja, dan ben je aan het haasje. Ja, en als dat te vaak gebeurt, uh, of als alle kliks die uit jouw e-mail komen naar de afmeldpagina zijn, ja, dat, dat gaat op een gegeven moment niet meer in je voordeel uitpakken. Zeg is maar. de regelgeving ook wat dat Ik bedoel, zijn er ook gewoon quick wins te behalen, dat je als je dit doet, kom je sowieso al in de spamfilter terecht? Of hoe, of hoe werkt ja, dat zit in, uh, de dingen waarbij je sowieso meteen afgekeurd wordt, zitten vooral in de techniek. Uh, dus in de, in de authenticatie. Ik, ik zal niet uh, alle, alle de afkortingen marathon hier nu gaan oproemen. Maar er zijn een aantal certificaten die je goed moet instellen in je e-mailmarketingprogramma en op de domeinnaamserver van je website. Als ja, ja. dat de URL is, die je ook als afzendadres ja. gebruikt. Uh, en daarnaast moet je ook niet um, uh, uit het niets in één keer, stel dat je een, een hele grote doelgroep hebt waarvan je denkt uh, ik wil gaan mailen. Je moet niet uh, vandaag beginnen met e-mailmarketing... en meteen vanaf jouw server 1 miljoen e-mails gaan sturen. Want dan denkt Google... Uh, dit Par klopt jaren. niet helemaal. Ja, ja, ja. Daar moet je een gedegen opwarmprogramma voor doen. <laughs> en, uh, maar als je dat soort dingen doet... en je, en je stuurt verder gewoon... Goede e-mails. Het is niet meer zo dat als jij uh, uh, daar allerlei uh, woorden zoals vroeger inzet, dat je dan uh, meteen in de spam uh, wordt geplaatst. Uh, uh, uh. Uh, in de e-mail kun je ook nog denken aan de hoeveelheid linkjes die erin zitten, bijvoorbeeld. Uh -huh. en als jij een e-mail stuurt en er zitten zestig links in, ja, dan, dan is het al heel aannemelijk dat, de, uh -huh. dat, dat gewoon, uh, we schieten gewoon met hagel en misschien klikt iemand op een van die links. Uh -huh. Dus da dat zijn allemaal kleine dingetjes waar spamfilters op letten. Uh, en, en, en interactie speelt daarbij dus ook een rol. Ja. Dus als jij alleen maar niet engaging content stuurt, dan zal dat op de lange termijn niet in je voordeel werken. Persoonlijk houden, echt houden, engaging content. Dus uiteindelijk, de techniek moet op orde zijn, maar uiteindelijk gaat het niet om de techniek, hoor ik. Nee, het is uh, 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 waarde leveren, dat mensen dus jouw e-mails zullen blijven lezen en ontvangen, en ook um, uh, relevant zijn. Ja. Ja, je hebt nog twee tips en een, oh ja, even eentje, waar ik weet niet of we opkomen. Maar je hoort wel eens, uh, uh, gaan we die, ja, die gaan we nu even behandelen. Je hoort wel eens uh, mensen die zeggen, oh ja, je moet uh, uh, mail sturen altijd op uh, dinsdag om 11 uur of zoiets, of om. Uh, dan zijn er dan ook onderzoeken zijn er dan en zo, weet je wel. En die wijzen dat dan ook uit en zo. Geloof jij daar? Of wat vind jij daarvan? Nee, dat is uh, uh, wel een uh, irritatiepuntje van mij. Want <laughs> ik denk dat het, uh, als we met z'n allen besluiten dat uh, donderdag de beste verzenddag is. En uh, komend jaar gaan we met z'n allen alleen nog maar meelopen donderdag. Nou, dat laat zich dan een beetje raden wat er volgend jaar uit het onderzoek dat, gaat dat komen. Iedereen dat de donderdag de populairste dag is. Ja, ja. Dus uh, kijk, een, een benchmark, zoals dat dan uh, uh, genoemd wordt, ik denk dat het heel nuttig is om een indicatie te krijgen van hey, wat is een beetje normaal in deze branche. Maar dat is ook voor mij het enige moment dat je ernaar moet kijken. Daarna moet je vooral kijken naar nou, wat doet mijn doelgroep, wat zijn mijn cijfers en kan ik mijn cijfers bij de volgende campagne beter maken dan bij de vorige. Is dat gewoon trial en is dat gewoon, uh, uh, gewoon testen? Ja, een beetje uh, je, je, je maakt een startpunt met, met common sense. Uh, dus gewoon uh, wat zou ik zelf een logisch moment vinden en vanuit daar ga je gewoon testen. Want de ene doelgroep is de andere niet. Als er in een rapport staat 10 uur ochtends beste tijd. Ja, dat hoeft voor jouw doelgroep helemaal niet zo te zijn. Mm -hmm. En misschien is het ook wel, hè, maar daar kom je alleen achter als je het gaat testen. Ja. Vierde tip. Maak het mooi en toegankelijk of hou het simpel en echt. Ja, Hoezo een... die of? Die of, dat hangt een beetje vanaf bij uh, wat voor bedrijf je zelf bent. Ja. Ik vind zelf, uh, zeker in deze tijden waarin uh, best wel veel phishing en spam rondgaat, dat het heel belangrijk is om de eerste indruk al goed te laten zijn. Uh -huh. Los van de technische dingen die we net al bespraken... die je sowieso goed moet inregelen. Denk ik dat als jij een grote webwinkel... of een groot bekend Nederlands bedrijf bent... dan moet jouw e-mail moet er ook gewoon feilloos uitzien. Ja. Omdat jij, als je een groot bedrijf bent... ook automatisch interessant bent om voor criminelen om na te maken. Zeg ja. maar. In de tijd dat ik bij Wekamp werkte... heb ik heel wat mailtjes gezien waarvan ik dacht... Dit had er best eentje van ons kunnen zijn, al ja. weten wij zeker dat dit er niet eentje van ons is. En die worden steeds beter. En die worden ook steeds beter. Ja. Dus zorg dat je eigen e-mail gewoon uh, goed is. Mm -hmm. um, en uh, laat het er ook allemaal netjes uitzien. Dus niet als ik mijn telefoon op donkere modus zet, dat alle afbeeldingen dan nog een witte achtergrond hebben. En dat ja. soort ja. dingen die heel makkelijk te fixen zijn als je weet wat je aan het doen bent. Mm -hmm. um, en uh, de off zit er met name in. En als je nou een, een, een wat kleiner bedrijf of misschien een ZZP'er bent... dan is het ook wel weer oppassen geblazen. Als je dan een, een hele grote, bombastische e-mail-template maakt... met allerlei uh, uh, toeters en bellen eraan en interactieve elementen. En dat is allemaal heel gaaf. En als je in mijn vakgebied zit, is dat dan misschien nog een klein beetje anders... omdat je dan ook ja. wil kunnen laten zien wat je kan. Ja. Maar als jij... Uh, Business coach bent mm -hmm. of, of, uh, of uh, een andere iets wat je, wat je zelf nou, voorzien, doet, maar waarbij de persoonlijke band met je hè? doelgroep heel belangrijk is. En je komt dan met zo'n uh, e-mail met allerlei interactieve elementen die er super professioneel uitziet. Dat kan je ook wel een beetje de zweem geven van: oké, okay, die hebben dit echt heel goed aangepakt. Dat zal wel duur zijn. Ja, ja, ja. En dat, uh, dus dan zeg je meer van hou het dan simpel. Ja, keep it simpel. Uh, het moet gewoon goed zijn. Hè? Dus je moet niet dan denken, oh, dan doe ik lekker wel die afbeeldingen met die witte achtergronden nog. Het moet ja. wel netjes zijn, ja. maar beperk je dan tot wat je echt nodig hebt om je boodschap over te brengen en ga niet allerlei hele grote, bombastische dingen erin bouwen als dat niet bijdraagt aan het verhaal. Door zo'n e-mail simpel te houden, voelt het ook alsof ik het e-mailtje van jou. Als persoon, als, als de ondernemer krijgt in plaats van als een groot bedrijf. Als een marketingcampagne. En bij een groot bedrijf is het niet erg als het voelt als een groot bedrijf. Ja. Want dat is het ook. Ja. Is er, sowieso, is, is er sowieso iets te zeggen over het gebruik van beeld en uh, video en tekst en zo in mails? Eigenlijk. Wat beter werkt of niet? Of. Um, nou ja, ik denk dat het uh, vooral uh, optisch is uh, dat, je, dat, je, dat het, het moet er netjes uitzien. En beeld en zo, dat, dat ja, als dat iets toevoegt aan je verhaal, zou ik het zeker doen. Uh -huh. Maar het draait uiteindelijk om de boodschap die je wil overbrengen met jouw e-mail. En of beeld daarbij past, het is niet zo dat uh, een e-mail zonder beeld geen goede e-mail kan zijn. En video is daar in die zin nog een, uh, een zijstapje van. Want video wordt in heel veel e-mailclients niet ondersteund. Als jij hem op, uh, op je iPhone opent, dan zal hij waarschijnlijk in de e-mail al afspelen. Maar je moet wel een goede alternatief inbouwen. Dat voor uh, apparaten en programma's waarin e-mail, uh, een video in een e-mail niet ondersteund wordt. Mm. Dat er dan, uh, als je daarop klikt, dat hij dan bijvoorbeeld jouw website of jouw YouTube-video opent. En dat je het dan daar kunt kijken. Ja, ja. Dus oppassen daarmee eigenlijk als het niet hoeft, niet of. Nee, het kan een meerwaarde zijn, maar dan moet je wel rekening houden met dat uh, ja. uh, als bijvoorbeeld 80% van jouw doelgroep geen Apple gebruiker is, ja, dan moet je al afvragen of je dan niet beter gewoon een linkje naar de video in je e-mail kunt zetten met een plaatje. Zeg maar. Ondervangt de meeste e-mailsoftware dat? Want je hebt natuurlijk relatief, Je hebt natuurlijk de high-end uh, e-mail. Softwarepakketten waar jij ook mee werkt voor grote clients, maar dat is voor een gemiddelde ZZP'er die uh, weet ik veel, misschien een paar duizend adresjes hebt, niet echt relevant. Nou, daar heb je een aantal wat goedkopere alternatieven, prima alternatieven voor. Ja? Zit dat een beetje ingebakken in die software, dit soort shizzel. Dat dat eigenlijk een soort van. Want ik nou, zonder de naam te noemen, hè, maar ik gebruik een wat eenvoudiger pakketje. En dan kan ik gewoon een video. Dat is gewoon een soort moduletje... En die sleep ik dan op in zo'n nieuwsbrief. Een URL'etje van YouTube erin. En dan denk ik, ja, dan is het dus goed. Ja. Is het dan ook goed of is dat allemaal ondervangen door die e-mail software? Of? Ja, dat, dat, dat zouden we even naar dat specifieke blokje moeten kijken. Maar ik ga ervan uit dat als zij jou aangeven, wij hebben hier een blokje voor jou gemaakt wat jij in je e-mail kunt slepen en ja. dan gaat de video... Dan mag uh, in je ervan email, uitgaan dat... Uh, dan mag je ervan uitgaan dat ze dat zo hebben gemaakt dat die waarschijnlijk in clients die dat ondersteunen de video laat zien. Precies. En waar het niet ondersteund wordt, dan druk je erop en dan opent de video in je browser. Ja, precies. Dus dan mag je wel van uitgaan dat Daar ga ik wel van uit. Ja. Ja, 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 ik heb nog geen klachten ontvangen van mijn.. Van mijn want over klachten ontvangen, de laatste tip alweer, be, be, uh, bespaar niet op een feedbackmodule. Ja. Wat bedoel je daarmee, feedbackmodule? Een feedbackmodule is, uh, um, uh, nou je kent uh, wel meerdere van die programma's en je hebt vaak zelf ook, ik denk dat je zelf in je e-mail inbox ook wel eens hebt gezien van die e-mails en er staat dan onderaan duimpje omhoog, duimpje omlaag ja. of een rijtje. Smiley's of ja, Van waarbij, groen naar rood. Wat vindt u van deze e-mail? Ja. Um, en ik denk dat dat uh, een van de meest waardevolle dingen is... die wij uh, uh, nou, bij Centraal Beheer ook gebruiken. Maar ook uh, bij andere klanten van mijzelf uh, adviseer ik altijd om dat te doen. Zeker als je veel ontvangers hebt. Uh, want je haalt er gewoon heel veel nuttige dingen uit. Als je een paar honderd uh, abonnees hebt... dan kan je ook best wel in je e-mail uitnodigen om mensen aan te sporen. Hey, heb je nog vragen? Wil je een opmerking maken? Ja. Doe even een reply op deze e-mail. Maar als je net twee miljoen mensen hebt gemaild... Ja, tenzij je de rest van de maand niks anders te doen hebt dan e-mails Antwoorden zou ik niet vragen of iedereen even wil reageren. Maar dan kan je wel met zo'n module heel makkelijk zien: hé, wat is het sentiment van deze e-mail? Hè, vinden veel mensen het leuk of veel mensen niet? En als veel mensen het niet leuk vinden, waarom dan? En als veel mensen het wel leuk vinden, wat maakte dit dan leuk? Daar kan je heel veel van leren. En daarnaast hebben wij ook eh, best wel vaak dat we hele nuttige feedback krijgen. Er zitten soms hele botte reacties bij van. Eh, nou, ik zal het netjes houden hier, maar het komt erop neer dat ze dan niet zo blij zijn met wat we hebben gestuurd. Maar dan in uh, schuttingtaal, ja. zeg maar. Uh, maar er zitten soms ook hele nuttige dingen bij. Als mensen bijvoorbeeld ergens een foutje op de website. of in de e-mailcampagne ja, ja. hebben gezien. en mensen wijzen ons daarop. dan uh, uh, ja, dat, dat, dat is dat toch weer iets wat je dan zelf kan oplossen. Bij Centraal Beheer hebben we daar bijvoorbeeld een tijdje. Uh, dat wij um, mensen die ons echt van die constructieve feedback gaven. waar we echt wat mee konden verbeteren, die stuurden we dan een fietsbel. Uh, van Centraal Beheer met een kaartje erbij. Met bedankt dat u aan de bel trok. En uh, ja, dat is dan gewoon een heel klein haakje. Maar dat maakt je wel, uh, daarmee laat je zien, hé, hey, wij zien jou. En we waarderen enorm yeah. dat jij ons hierop hebt gewezen. Yeah. En het is dan niet uh, de bedoeling dat, die, dat dat dan een hele grote marketingactie wordt. Maar je laat gewoon even zien, hé, hey, hier werken ook mensen. Hier wordt ook wel zo'n foutje gemaakt. Yeah. En dat is helemaal niet erg. Yeah. Maar we zijn wel super blij dat je ons er even op hebt gewezen. Yeah. En uh, nou ja. Dat soort foutjes was je misschien niet of pas veel later op het spoor gekomen als, als je, je, je niet zo'n feedback module zou ja. hebben gehad. Heb jij echt campagnes gedraaid op zeg maar, dit soort aantallen? Dat er naar 2 miljoen mensen een mail uitgaat? Ja, zeker. Ja? In de tijd dat ik bij Wekamp werkte stuurden wij, uh, ik denk wel, uh, 10 miljoen e-mails per week. Ai, hoe, en, uh, hoe eng is dat? Nou, dat is de eerste keer. Is dat wel, uh, ik weet nog heel goed, uh, ik ben daar in 2012 begonnen met werken. En uh, toen uh, uh, ik had daarvoor wel bij een uh, marketingbureau gewerkt. En daar hadden we wel eens e-mails van 40, 50.000. En dat vond ik echt al, dat is al best wel een dingetje als je even op de verzendknop moet drukken. Ja, ja en, en dan kom je gewoon uh, even in het volgende level, zeg maar. Uh, maar het is ook wel. Um, Kijk, die bedrijven zijn niet zo groot geworden omdat ze er een potje van maken. Dus mm. de eerste keer dat je op verzenden moet drukken, is dat heel spannend. En de tweede keer ook en de honderdste keer ook nog steeds. Mm. Alleen je weet wel dat het hele proces wat er omheen zit, zit heel gedegen in elkaar. Kijk, mm -hmm. er kan altijd ergens een foutje insluipen, Maar in principe, uh, het is niet zo dat ik die hele mail dan in mijn eentje maak en dat niemand met me meekijkt of controleert of zo. Dus alles wat mis kan gaan, wordt in. Nou ja, 99,5% van de gevallen wordt dat eruit gehaald. En heb jij een ervaring van die half procent ook, of niet? Oh ja, heel veel. Vertel eens. <laughs> Tot slot, even een uitsluitendje. Oh ja, ik heb um, uh, bij uh, de webwinkel waar ik mijn eerste baan had, uh, bij uh, Futurum Shop in Apeldoorn was dat, en daar heb ik wel eens uh, uh, de Duitse nieuwsbrief naar de Nederlandse database gestuurd en andersom. En dan denk je, ja, die, uh, nou, hij is eindelijk klaar, we plannen hem nog even in en dan gaan we naar huis. En als je dan uh, net niet goed op zit te letten, dan, uh, dan sluit Zo'n foutje erin. En ik denk dat het. Uh, uh, ja, er zijn nog wel. Ik, 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 we kunnen nog een uur vullen met alle dingen die ik wel eens verkeerd heb gedaan. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat dat ook een beetje is. Uh, zo leer je ook fietsen hè, met vallen en opstaan. Dit hm. gebeurt je één keer en de volgende keer denk je ja, maar. Er moet even iemand meekijken als ik deze e-mail ga inplannen, of uh, hetzelfde geldt met dat een link niet werkt in een hele grote mailcampagne ja. waar je uiteraard achter komt als die net verstuurd is, zeg ja, maar. Dat, waar je heel graag dat de conversielink, zeg maar. Ja, 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 ja zeker. Ja. En ja. dat. Uh, maar is dan wat, wat is dan is dan een belangrijke tip dat als je grotere aantallen gaat, doet, gaat doen, uh, want ik hoor je nu twee dingen zeggen: Eén, je vlak voor het vlak voor het naar huis gaan nog even snel versturen, dat is dus niet slim. Nee. En, en is er ook een soort systeem te verzinnen voordat je dan altijd een soort second opinion, dat je iemand laat meekijken of zoiets? Of is dat slim? Uh, ja, dat is, sowieso is dat heel slim, want dan uh, uh, twee mensen zien meer dan één. Ja. En helemaal als het een campagne is waar je al een paar dagen aan hebt gewerkt, het uh, gezegde uh, door de bomen het bos niet meer zien, dat ja. komt ergens vandaan. Ja. Nou, dat speelt hier ook. Uh, en ik denk dat het daarnaast het belangrijkste is gewoon een goed, goed test- en controleproces hebben. Dus al deze dingen dat je even bewust ze moeten uh, langslopen. Uh, en als je collega's hebt, dan, dan kan dat heel makkelijk. En als je zelfstandig bent, dan neem echt de tijd om even rustig je checks langs te lopen. Yeah. Ik zal verder geen reclame maken, maar mocht iemand de complete checklist willen hebben, dan laat het me weten. En ja, dat, dat mag, dat mag. Ja, natuurlijk. Ja, 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 okay. ja. nou, op mijn website ja? uh, daar kan je ook uh, de complete e-mail marketing test- en controlelijst uh, vinden. Oh, grappig. Die is samengesteld uh, op, door alle dingen waar ik door schade en schande wijs van ben geworden. Ja? Alle stenen waar ik me al aan heb gestoten, daar hoef jij dan niet meer aan te stoten. Oh, wel. En waar vindt markruisman.nl.com? ja. Oké, dat mag bij deze. Tuurlijk oh, nou, als onze, als onze CVD-kijkers kunnen helpen en luisteraars dan... Uh, nee, ja, daar graag. is hij ook voor bedoeld. Ja, maar, precies. Dankjewel man, voor het delen van je ervaringen en uh, dank dat je mijn gast was. Ja, heel leuk dat ik hier mocht zijn. Dankjewel. Uh, en dankjewel voor het kijken naar uh, dit keer een wat ja, helpachtige video. En ik hoop dat hij jou in ieder geval. Al haal je er maar één of twee dingen uit. waarvan je denkt van hé, hey, dat, dat levert mij wat op. En dan kan ik weer verder met mijn e-mail plannen. Uh, dan zijn wij al heel erg blij. En nou, ben je benieuwd in die checklist van Mark? Dan uh, kijk op zijn website. Ook onder in de beschrijving vind je een linkje naartoe, En dan zit je op de podcastkanaal te luisteren. Dan zullen we ook daar in de beschrijving een linkje toevoegen. Uh, voor nu, nog maar één ding: rest jou, als je het een leuke video vond, hieronder klikken en abonneren. En je mist helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken. En dank wel voor het luisteren. Hoi.